trap 1 van de aanwerving. De FOT organiseert via de provinciale brandweerschool Vidra geschiktheidsattest. En dat attest dat blijft onbeperkt geldig met uitzondering van het fysiek gedeelte dat slechts voor 2 jaar geldig blijft. Naast die fysieke test die in zo'n dergelijk attest is ingebakken, heb je ook nog een competentietest en anderzijds een handvaardigheidstest. Die competentietest is op niveau A voor de officieren en op niveau secundair onderwijs voor de basiskaders. Men legt geen vereisten op om over een welbepaald burgerdiploma te beschikken. En in zo'n tweede trap van de aanwerving organiseert de zomer een vergelijkingstest mensen die een dergelijk attest hebben. Dat is een mondeling interview en eventueel kan men nog een bijkomende zonale proef afleggen. En na de aanwerving kan men een stage aanvatten. En in die stage dient de persoon dan zijn brevetten te behalen, zijn het basisbrevet BO1 of officier 2. Dat zou nog moeten geregeld worden in een KB-opleiding dat nu vandaag bij datum van opname 5 augustus nog geschreven dient te worden. Voor het beroepskader dient men het rijbewijs C te halen en voor een vrijwilliger kan de zone dat eventueel opleggen, maar dat is niet altijd verplichtend. Ook zou de zone kunnen opleggen om het brevet van ambulancier te halen. En na de stage wordt dat dan ook geëvalueerd. En na positieve evaluatie kan men dan effectief in dienst treden. Een tweede stap is de bevordering. De bevordering is van een lagere graad naar een hogere graad. En de zomerraad kan invulling geven door bijvoorbeeld bevordering in de zomer. Maar daartoe dient wel een proef georganiseerd te worden. En die proef wordt georganiseerd door het provinciaal opleidingscentrum in uw provincie. En de zone bepaalt dan ook die jury. Een beperking van het statuut is dat beroepsbevorderingen door een beroepskandidaten gebeuren. En dat vrijwilligers ook vrijwilligersgraden gaan invullen bij de term bevordering. En bij onderofficier en luitenant is er iets nieuws in het leven geroepen als de bevorderingsstage, omdat dat toch wel cruciale sleutelfuncties zijn, voorziet het statuut net voor deze graden een aparte stage. Voor elke graad worden ook de bevorderingsvoorwaarden geharmoniseerd over het ganse grondgebied en deze zijn hier ook opgenomen in het, of dit is ook het tabelletje dat in het statuut kan teruggevonden worden. Dus voor een bepaalde graad, of om tot een bepaalde graad bevorderd te worden, dient men over een aantal jaren graadassigniteit te beschikken, eventueel een aantal getuigschriften te hebben, brevetten, en al dan niet de nationaliteitsvoorwaarden. Zoals je hier kan zien, een voorbeeld voor sergeant. 5 jaar corporaal. Voor de vrijwilligers is dat dan 5 jaar, 180 uur per 12 maand. Over het brevet MO1, middenkader opleiding 1, en lid zijn van de Europese Unie. Het statuut voorziet, je ziet het dubbel sterretje, mits getuigschrift, dat dient nog verder uitgespit te worden, maar daar zal denk ik wel in het KB-opleiding dat hangende is, duidelijkheid aan gegeven worden. Bijvoorbeeld de kapitein dient 2 jaar luitenant te zijn. 2 jaar voor de vrijwilligers identiek met 180 uur per 12 maand.
minstens een getijschrift of een burgerdiploma A of een getijschrift van sociale promotie, een officiersbrevet nummer 2 en Belgisch zijn. Randbemerking EU, dat kan lid zijn van de Europese Unie of Zwitser. Wat is nu juist die sociale promotie? Dat getuigschrift van sociale promotie, dat is een soort bevorderingsbrug voor de mensen die niet over het diploma van niveau A beschikken, dat zij toch van officier 1 naar officier 2 kunnen bevorderen. Dit zal nog verder gespecificeerd worden in een KW-opleiding. Wat hebben we nu gehad? De aanmerking. Instroom, basiskader, officierkader, bevordering. Volgende stap, mobiliteit. Mobiliteit. Ofwel heb je mobiliteit in dezelfde graad, mobiliteit in een hogere graad. Mobiliteit is van de ene zone naar een andere zone. Ofwel is er een mobiliteitsproef wanneer het over dezelfde graad gaat. Of een bevorderingsproef wanneer het over een hogere graad gaat. De zone organiseert deze proef dan binnen de zone. Ook hier weer hetzelfde als daarnet bij de bevorderingen. Beroepsvacatures voor beroepskandidaten, vrijwilligersvacatures voor vrijwillige kandidaten. Na de mobiliteit. Bevordering en de aanwerving hebben we nog de professionalisering. De professionalisering, zoals u kan zien aan het blauwe driehoekje bovenaan, is enkel weggelegd voor de vrijwilligers. En de zone kan bij ontstentenis van beroepskandidaten die voldoen aan een aantal bevorderingsvoorwaarden opteren voor een professionalisering van vrijwilligers in dezelfde graad uit haar zone of in dezelfde graad uit andere zones. Een vrijwilliger die wordt beroeps in dezelfde graad. En de zone organiseert daartoe een professionaliseringsproef. Dat waren alle maatregelen in uw loopbaan om uw loopbaan te ontwikkelen. We hebben lang genoeg gewerkt, nu kunnen we naar de eindeloopbaan uitkijken en legt het statuut ons of maakt het statuut drie kaders voor eindeloopbaan maatregelen. Een eerste is bijkomende verlofdagen. Per jaar dat men ouder is dan 50 jaar, krijgt men een bijkomende verlofdag. Dat is een systeem dat men ook kent in de sector. Een tweede eindeloopbaanmaatregel is deze van de wedertewerkstelling voor mensen die lang in dienst zijn en operationele taken hebben uitgevoerd. Die kunnen wanneer ze na 15 jaar operationele ervaring en ouder zijn dan 56 jaar op lichte dienst gezet worden of op een administratief, technisch, logistieke functie met dezelfde wedden, maar met een lagere operationaliteitspremie. Wanneer het een lichte operationele dienst betreft, dan is dat 75% operationaliteitspremie. Is het een administratief, technische of logistieke dienst, dan is dat 25% premie. En last but not least, maar een niet minder belangrijke, is het einde loopbaanregime. Wanneer men in 2015 57,5 jaar of in 2016 en later 58 jaar is en na 25 jaar openbare dienst waarvan minstens 15 jaar in een operationele beroepsbrandweergraad, kan de raad beslissen op advies van een eindeloopbaancommissie om iemand in licht operationele dienst of in een administratief logistieke functie te plaatsen met behoud van wedden en 75% van zijn premies. Wanneer daar geen functie uit de bus komt
En dat de raad vaststelt dat dat inderdaad niet mogelijk is, dan kan de persoon of zal de persoon er het verlof voorafgaand aan pensionering worden toegekend, zij het 75% van zijn wedden en 75% van zijn operationaliteitspremie. Dat waren de inrobaanmaatregelen en nu hebben we de maatregelen wat zij opleiding noemen. En hier moet ik nog de randbemerking bij maken dat er alles wat betreft brevetopleiding en hier en daar sociale promotie en dergelijke meer, men verwijst naar een apart KB-opleiding dat er op heden nog niet is. Maar hier en daar gebruikt men wel een aantal termen in zaken opleiding. Zoals ik al zei, basisopleiding, brevetopleiding moet nog geregeld worden. Voortgezette opleiding. Dat is een nieuwe maatregel met dit statuut. 24 uur per jaar dienen via de brandweerschool of onder de voogdij van een brandweerschool gevolgd te worden. De zorg kan ook bijkomende opleiding organiseren. En opleiding staat gelijk met diensttijd. En de verplaatsing tussen de kazerne en de plaats van de opleiding is eveneens diensttijd. Dus wat dat betreft vallen we onder de verzekering van onze werkgever. Evaluatie. Elke 2 jaar dient iedere brandweerman geëvalueerd te worden door zijn functionele meerderheid. Het resultaat daarvan is ofwel voldoende, te verbeteren of onvoldoende. Is het voldoende? Oké, volgende 2 jaar. Of de 2 jaar die volgt, dienen er geen verdere stappen gezet te worden. Gewoon blijven verder werken zoals je dat doet. Of nog beter zelfs. Wanneer het gaat over te verbeteren of onvoldoende, kan je volgend jaar of dien je volgend jaar terug aan te bieden voor een evaluatiegesprek. Het door functionele meerdere dient het functiegesprek over de toekomst, evaluatiegesprek over het verleden en daar wordt dan ook een evaluatieverslag van gemaakt. Je kan beroep aantekenen bij een dergelijke evaluatie, bij de evaluatiecommissie intern binnen de zone, ofwel bij een beroepskamer bij de Fort Binnenlandse Zaken die bemand zal worden met beroepsmagistraten. De gevolgen, 2 keer een onvoldoende in een periode van 3 jaar is aanschouwen ontslag. De administratieve standen, dienstactiviteit, non-activiteit en disponibiliteit, dat verandert niet bij de huidige beroeps. Ook wat betreft disponibiliteit, het aantal ziektedagen en dergelijke meer, aan die regeling is er ook niet getoond. Er zijn 13 verlofvormen voorzien in het nieuwe statuut. De meeste spreken voor zich. En de rode, zoals men hier ziet, die zijn in het rood ingekleurd en die zijn dan ook niet uitbetaald. Wat betreft de vrijwilligers is er ook een aparte clausule opgenomen, een apart artikel dat stelt dat de zone een bijkomende arbeidsverzekering moet op te nemen die op het gelijke niveau is als de inkomsten die hij heeft in zijn job. En tot zover de toelichting over het administratief statuut.